De kinderen van Moria. Moeten we aantallen noemen om de pijn te kunnen meten? Moeten we eerst de streling voelen van de handen die naar dromen reiken om er één te kunnen geven? Moeten we verdrinken in de stilte om te begrijpen dat het kind met spreken is gestopt? Moeten we in de spiegel kijken om onszelf te herkennen? Want er is zand in de ogen van de ziel gestrooid. Moeten we een verhaaltje voor de vaak horen met een happy end, zodat we kunnen dromen over een wereld van smaragd, zonder kinderen aan de poorten van Moria? Moeten we wonderbaarlijk verliezen, alles verliezen, de essentie, taal, geloof, land en familie, alvorens we onze harten openen voor leven dat ertoe doet.